Het Vrolijke Huisgezin is een schilderij van Jan Steen. Het dateert uit 1668 en behoort tot de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam. Het is een typisch werk dat een huishouden van Jan Steen weergeeft. Wat een vrolijke chaos is het hier. Jong en oud genieten zichtbaar van mateloos roken, drinken en muziek maken. Op het papiertje rechts staat dan ook: zo de oude zongen, pijpen de jongen. Zoiets als jong geleerd, oud gedaan, maar dan in negatieve zin? De vader heeft al te veel op. Moeder en oma zingen samen een lustig liedje. De jongeren roken en de baby krijgt de losbandigheid letterlijk met de paplepel ingegoten. Dit uit de hand gelopen familiefeest is een negatief voorbeeld. Een waarschuwing om het nooit zo ver te laten komen. Jan Steen verbeeldde in dit schilderij het woord pijpen uit de spreuk op een briefje heel letterlijk. De jongeren roken een pijp en ze pijpen, het 17e eeuwse Nederlandse woord voor blazen of fluiten. En de man, Steen zelf, blaast op de pijpen van de doedelzak. Steenschilderij is niet alleen een genot om naar te kijken. Je kunt je ook verbeelden dat je dit familieconcert onder begeleiding van een keffend hondje hoort. Het schilderij heeft een boodschap om over na te denken. Kinderen volgen het voorbeeld van hun ouders. Bovendien speelt Jan Steen met de gevoelens van de kijker. Probeer maar naar lachende mensen te kijken zonder zelf ook te lachen. Hoewel het opschrift het thema aangeeft, zo de oude zongen, zo piepen de jongen, is de moraal niet eenduidig. We kunnen boos zijn dat kinderen veel te vroeg roken en drinken, maar dat ze muziek leerden spelen, zoveel plezier maakten en er harmonie was tussen de generaties, daar wordt men als mens blij van.